Een nieuwe vlog. Hoppakee. Ga je op je buik of nee? Wie wil de Ear Kids, Marie of ik? Ik heb dus geen blender, dus ik moet een staafmixer. Oké. Oh god. Oh, dit gaat nooit goed komen met mij. Kunnen onze vriendjes beter koken dan ons? Sowieso. We zijn de hele kast van Jules aan het organiseren. Weggooien, ja. Jules bewaart echt alles. Alleen wil zelf als allereerste design weggooien wat we met de lijntjes hebben gemaakt. En dat kan echt niet. Het is weer zondag. We denken weer een kleine vlog. Een nieuwe vlog. En wij hebben bijna de 40.000 abonnees behaald. Dus blijf ons abonneren en volgen. Dankjewel. Voor het liken, subscriben en het al delen. Want bij de 40.000 subscribers gaan wij een grote winactie doen. Je moet zelf het kiezen wat je wilt winnen. En misschien kiezen we wel meerdere winnaressen uit. Dus blijf abonneren en subscriben. Wie weet ben jij de gelukkige winnares. In deze weekvlog gaan jullie zien hoe ik een bananenbrood met Mike ga bakken. Ik ga ook oppassen op onze lieve neefje Louis. Ons neefje. Die wilde mij. We gaan naar het huisje van Loesje kijken. En we gaan gezellig met z'n allen bij Momo eten in Amsterdam. Dat is inmiddels wel echt ons vaste stinkje geworden. Door mij. Dus ben jij dan benieuwd? Blijf kijken. Love brengers. Oké, Loer is aan het werk. Dus wij moesten Louis even ophalen. Marie gaat er eventjes vanavond op hem oppassen. Hij wilde pasta eten. Hij wilde pasta eten. Nou, ik kon niet wachten tot wij hem gingen ophalen van de crash. Nou, voornamelijk jij. Ja. Oh, lieve Lou. Lou, wat gezellig! Ja. Dag, dag. Nou, Lou, wat gezellig, hè? Ik ken die andere hond niet, die Julie. Stinky. Andere... Stinky. Stinky niet? Die ken ik nog niet, maar... Nou, niet heel goed, nee. Nee. Maar ik ben bijna 4. Bijna 4, hè? Wel de fietshelm op. Dus dan moet je wel een stukje naar beneden duwen, die helm, of niet? Ja, oké. Okay. Daar gaat hij hoor. Op de fiets. Ik kan niet zeker duwen. Hartstikke blad. Daar gaan we, hoor. Je bent lekker bezig, mijn liefde. Je bent lekker bezig. Daar zijn ze. Pinky. Hallo. Chime. Ik ben de tunnels. Nou, lekker gespeeld en lekker eten, hè. Chime gemaakt. Pastaatje. Zo goed? Ja. Ja? Wat wil je er nog bij, saus? Saus? Ja. Eroverheen? Nee. Daarnaast? Zo. Ja. Een beetje rapskaat? Ja, rapskaat. Met zijn helm. Gaat het goed, Lou? Ja. Hoppakee. Ja. Oh. Ga je op je buik of nee? Goed voor jou. Nu Jim. Ook op zijn buik. Oh. Ja. Sterke jongen. Was niet de manier waarop moet. Even wachten, hè. Even wachten. Oké, okay, are you ready? Ik ga je filmen. Oh, wat ga je doen? Wat ga je doen? Dat was leuk. Oké, okay, nu het hoort, hè. 1, 2, nee. Oh. Woo! Goed zo, Lou. Passen wij vaker op onze neefjes? Nou, vroeger heb ik wel meer op Louis gepast, maar nu hij eigenlijk op de crash zit, niet zo heel vaak meer. Maar opeens had iemand afgezegd bij Loor, dat is zijn moeder, met oppassen. En ik woon om de hoek, dus ik denk nou, leuk is als ik een keer weer op Louis kan passen. Dus vaak is het niet, maar het is wel heel ook omdat we geen tijd hebben. Want ik denk als wij gewoon meer tijd zouden hebben, dat we op elk neefje zouden willen passen. Want zijn we elk neefje zo dol. Grappig is wel dat we alleen maar neefjes hebben. We hebben niet één meisje voor de familie, voor de huiskleding. Dus we hopen dat we ooit zelf een meisje krijgen. Ja. Wie wil de Ear Kids, Marie of ik? Ik denk Marie. Ja, Marie wil al kinderen sinds ze 12 is. Zo heel overdreven. Nee, dat is wel zo. Ja. Jij bent echt. Ook al geef je een huilend klein kind en Marie die redt het altijd wel. Bij mij is het altijd wel wat. Maar ik denk dat we beide allebei heel graag kinderen willen. Zeker. Maar voor wie het er eerder aankomt, is denk ik toch ik en Romeo en jij zijn denk ik een beetje gelijk, denk ik. Het liefst zou ik leuk vinden om tegelijkertijd met z'n drie allemaal zwanger te zijn. Ja. En we hebben ook allemaal al samen bedacht wat de tweede naam wordt van ons allemaal kinderen. Ja. Dus zodra... We zijn er inderdaad wel mee bezig. We zijn er wel mee bezig. Dus keep updated. Mike en ik gaan een bananenbrood maken. Want wij zijn op de healthy tour. En Stinky die kan niet alleen laten, die gaat kaart gillen. Die moet je wat hoger zetten. Oh. Mm. Mm. Moet het stukjes worden? Prakken.
Ja, prakken. Prakken. Het moet worden geprakt. Oké, daar gaan wij. Dit is niet echt een goede angle. Dat is gewoon niet. Ja. Schat, dit werkt niet. Dit werkt niet. Wat? Volgens mij werkt het niet. Maar doe naar beneden dan. Naar beneden. Oh. Dit gaat fout. Kijk, we moeten dit. Dit moet het worden. Zal ik hem hier zetten? Ja, dat is beter. Handig dit ook niet aan hebben. Ik eet de helft op voordat ik het af heb. Oké, dit moest ik ook in een kom doen. Ik moet er niet van die hele banaan erin. Wat bedoel je? Dat je een banaan hebt met een breuk eromheen. Nee, snij het daar als kleine stukjes. Nou, check. Dit heb ik dus gedaan. Omdat het klein genoeg is, trouwens. Oeh. Weet het samen met amandelmelk. En tering hebben we eten, ja. We komen er wel. Hoeveel amandelmelk hadden we nodig? 100 milliliter. Hoe weet ik dat? Van een liter. Een scheutje. Ja, dit zou 100 liter zijn, toch? Oepsie. En dan? Vanille-extract. Dat heb ik. Van Dr. Oetker. 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 Toch? Oetker. Dr. Oetker. Oetker. Eén theelepeltje van nu. Het is nog niet helemaal geprakt, hè, lief? Ja, we nemen pauze. We nemen pauze. Nou ja. Oh, dat was iets meer dan een vanille extract. Wat te intensief? Je moet me even helpen, hoor. Blend dit samen. Ik heb dus geen blender, dus ik moet een staafmixer. Oké. Oh god. Dit gaat alle kanten op. Nee! Oh, dit gaat nooit goed komen met mij. Oké, dan doe ik dit eromheen. Kijk of dat helpt. Gelukkig had ik extra amandelmelk. Oh, dit gaat echt fataal fout allemaal. Oké, dit is mijn toren waar mijn kamer op moet staan. Plat mix mengsel. Nou. Oh, ik moet het gewoon laag houden, dat is het. Oh, het gaat alle kanten op. Moet je filmen? Oké, nou, dit mengsel. Gladder dan dit wordt het niet, denk ik. Oh, wat een hel. Nou. Wat heb je gedaan? Ja, het moest een mengsel worden, een glad mengsel. Maar ik heb geen blender. Ik heb alleen een staafmixer. Oh, ziet het eruit? Wat? Ziet het eruit? Ziet het er heerlijk uit? Oeh, dat is gevaarlijk, dat ding. Ja. Zeg, wat gaat dat ding aan? Zo, ik klik op het knopje. Brrr. Wil je proeven? Lekker? Heel lekker. Mike, vind je lekker? Ja. Je moet hem iets verder van je afhouden, de camera. Oh. Ik moet zeggen, ik ben verbaasd. Oh. Oké, meen je daarom met het middelmengsel? En wat is dit? Dat is dit. Er moet een egaal beslag ontstaan, maar jij hebt de bananen nog niet geprakt. Jawel. Nee, ze moeten echt geprakt zijn. Dat is niet geprakt, Mike. Ik ben aan het filmen, ik kan niet alles. Ja, volgens mij film je nog te laag ook. Weet je. Hè? Nu je het zegt. Dat is niet goed, hè? Nu je het zegt. Je moet via de camera naar me kijken. Zet ik er nu goed op? Ja. Niet veel te laag. Nee. Nou, kijk, het wordt al een mengseltje. Tadaa. Oké, bananen. Mike heeft de bananen niet goed geprakt. Wat? Ja, maar hij moet nog hoger, hè? Ik moet bukken. Ik heb het ook zo. Ja. Oké, dat is bukken. Zo. Maar zo je knieën. Zo. En zo sta je goed. Ja, dan moet je het gaan bukken. Ja, maar dat zie je toch niet? Nee, maar dit voel ik wel. Nee. Kan je die andere plakken, het andere bakje? Hm? Het andere bakje. Wat bakje? Dat bakje. Die? Ja. Oh. Nou ja, weet je, laat maar. Helemaal. Nou, staat bij, bereidingstijd 15 minuten. Dat wij er onze kwartier bezig zijn. Een koffietje. Een koffietje zetten? Ja, nee, dank je. Zo'n bananenbrood. Toen dacht ik dat makkelijker was dan dit. Oké. Okay. Een keer bananenbrood. Er moet een egaal beslag ontstaan. Nou, ik denk wel dat het lekker is. Ik zal filmen vanaf mijn kant. Dit is het beslag. En daarop staat mijn vlogcamera, jongens. Oké, okay, ik moet nog een paar stapjes en dan film ik zo weer verder. Betreft onze meet and greets. Ja. Misschien hebben we
hebben jullie onze Instagram niet gevolgd, dus doen wij het nog extra in deze vlog. Zodat je niet te teleurgesteld bent straks van het weekend of volgende week of alle meet and greets die we gepland hebben staan. Want die zijn dus helaas gecanceld vanwege het coronavirus. Wij willen het zelf niet oplopen en we willen het ook niet verspreiden. We komen natuurlijk door heel Nederland en er komen heel veel mensen op af. En ja, we willen het eigenlijk ook om onszelf te beschermen, maar ook om jullie te beschermen. We willen geen onnodige risico's lopen en ook gezondheid gaat natuurlijk altijd voor. Dus vandaar hopen we dat we het kunnen verplaatsen naar een latere data. Maar voor nu denken we niet dat het nog dit seizoen lukt. Want ook al zou het corona afnemen, zeg maar in het eind mei, ja, moet iedereen nog herstellen. Ja, dus we hopen het wel. Dus fingers crossed. Hopelijk als het mooi weer wordt, dat al die bacteriën lekker de lucht weggaan. En dan houden we je op de hoogte van de maar voor nu zijn ze helaas gekind soms. Ja. Dus jullie kunnen ons niet bewonderen via de vlogs opzet. Oh my god, ik moest baking soda met appelsider doen en dan door mijn beslag. Ja, mijn beslag ziet er niet heel netjes en smooth uit, ik weet het. Don't hate on me. Dus eerst kan ik godverdomme in de keuken staan. Tadana. Ik moest de blauwe bessen toevoegen. Het staat in de oven. Woep woep. Nu 45 minuten wachten. Nou, ik vind hem echt heel goed eruit zien. Hé liefde? Bonsje. Bonsje. Maar het ruikt ook echt heel lekker. We hebben expres meer in de woonkamer gezet. Zodat je lekker de aroma rukt. Ja, we wonen dus hier. Maar alles moet nog worden verbouwd, jongens. Dus let niet op het interieur. Alleen Mike is goed nog. En Stinky. Ah, en Stinky. Jij lijkt ook die lekkere bananenbrood. Gek eigenlijk, bananenbrood. Het is gewoon een bananencake. Dan snijdt hij plakjes. Dus dan... Maar het is nog niet brood. Ik noem gewoon bananencake. Mijn bananenbrood geworden. Nou, het is niet zo'n succes geworden. Hij smaakte wel lekker hoor, maar waarom geen blender? Dus het was een beetje brokkerig. Dit was een blender. Nee, ik had geen blender. Oh jee! Yeah. Ik heb het halen. Dus onze bananenbrood is niet echt een succes. Maar het kan ook lukken misschien de. Sorry. Ja, ik heb heel veel grijze haren. Ik heb er denk ik serie voor 8 weggetrokken. Er nog eentje hier. Ja, maar ik blijf natuurlijk allemaal uittrekken. Dan wordt het maar meer en meer. Dat vind ik echt veel. Ik weet het, veel. Ik zie er nu al 2. Wacht, ik heb ook heel veel op mijn zijkant van de lijn. Ja, wacht, de lijn. Kijk, sorry. Nee, oké, we gaan weer terug. Wie van ons kan het beste koken? Dit is wel jij, want ik raak echt nooit een pan aan of een lepel. Beste koken, ik kook eigenlijk nooit. Ik weet ook massa dat jij hem altijd voor mij wil koken. Dus goed koken kan ik niet, maar ik kan heus wel wat in elkaar flansen, dat wel. En ik maak meestal wel altijd de ontbijtjes en lunch. Kunnen onze vriendjes beter koken dan ons? Sowieso. En bij mij is het heel makkelijk, want ik kan helemaal niks. Maar kan Mike ook beter koken als ik? Ja, ik denk het wel. Maar ja? Ik heb wel lang gekookt. Altijd, elke dag. Dat doe jij ook niet. Nee. Dus wij echte typische huisvrouwtjes. Nou, we maken wel schoon. Alleen we hebben nu sinds kort een schoonmaakje en die is top. Ja, dat is maakt alles. Ellende en tijd die we niet hebben. En ons huis ook toch een beetje schoon. Ik zou iedereen adviseren. Ik heb hem niet gehad, maar ze gaat volgende week beginnen. Dit is echt heel fijn. Oké. Wij zijn vandaag heel lekker opvallend. Nou, ik dan meer dan jij, maar in onze Versace coat. Ik kreeg heel veel de vraag op mijn vorige Valentijn vlog met Mike 2 weken geleden. Waar Loesje dan is. Of wij Loesje uit huis hebben gezet. Of oh ja, dat ze nu ergens anders woont. Maar het is leuker. Loesje heeft een eigen huisje gekocht. Dus wij gaan er nu naar kijken. En kijken hoe ver ze is met alles. En dan zijn we heel benieuwd hoe het eruit ziet. Want we hebben het nog helemaal niet gezien. Dus wij rijden nu achter Loesje aan. We gaan haar huisje bekijken. Excited! Excited! Svenkie gaat eventjes mee. Svenkie! On our way, hoor. Mag ik het filmen, Loes? Ja, tuurlijk. Hier is Loes de slaapkamer. Ze is helemaal nog in de bak. Helemaal leuk. Aan het schilderen. Ook fijn, was Svenkie ook pist hier. Ja, lekker liggen, ja, marmer. Oké. Okay. Ja. Bijt lekker in, ja, hier. Het is allemaal gele vlekken door jou. Ja. Klein kringetje. En je kijkt gewoon op circuit uit natuurlijk straks. Leg me even uit hoe handig het is om dit systeem te hebben. Oh ja, je moet alleen wat zwaarder zijn dan Loesje. Hoe is het huis van Loesje? Nou, Loesje is dit uit huis gegaan, want we wonen natuurlijk samen. Ik heb haar niet uit huis gezet. Ze heeft dus zelf een huisje gekocht. Ja, we zijn heel trots op dat ze sowieso in haar eentje huis kan kopen deze tijd. Dat helemaal nergens op namelijk de prijs, dus daar zijn wij trots als je kijkt.
What? Kijk, elke zondag weet ik. Want ze wonen bij me samen. Ze gaan veel zondag te kijken. Dus we zijn, het huisje is echt super leuk. Ze heeft heel mooi zicht op de duinen. En het is met allemaal marmer. Wat gelukkig al in de vloer zit. Dus er is heel veel massa. En ze is nu bezig met het opknappen. Dus we waren er toen het nog niet helemaal af was. Dus zodra het af is, gaan we natuurlijk weer kijken. En geven ze een housewarming feestje. Ja, we hebben een hele leuke lounge voor gekocht buiten. En pluimen van Jasmijn bloembinders. Dus het wordt echt en wel een beetje een combinatie tussen onze twee huisjesstijlen. Dat denk ik ook, ja. Precies er tussenin. En ik heb inderdaad ook een huis gekocht. Dat is in Ik heb ook een huis gekocht en ik dacht dat het dit jaar december af zou zijn, maar het is volgend jaar december af. Klein jaar is het verschil, maar hè? Dus dat is heel vervelend. Dus ik ben nu waar ik nu zit een beetje aan het renoveren, aangezien ik hier dus nu ruim nog anderhalf jaar zit. Voor de mensen die je nog niet in je vlog hebben gezien, dus je studeerappartement was gemeubileerd. Ja, en ik dacht toch, als ik hier op toch maar een half jaartje moet zitten, dan is dat prima. Maar nu blijft het nog niet langer. Toch wel een jaartje verlenging. Dus dat is best wel baan. Vandaag komt een nieuwe bank. Dus maar vandaag komt een nieuwe bank. Dus we zijn nu aan het wachten. En dan ga ik natuurlijk meenemen voor jullie even. In de volgende weekvlog. In de volgende weekvlog. Dus mijn huis was volgend jaar december af. Ik hoop iets eerder. En zodra je tekeningen hebt en inrichting, inspo. Ja, ik heb niet ver van voor laten zien. Super goede architect Quentin Johnson's ingeschakeld. Die mij gaan helpen. Dus zodra dit rond is, ga ik jullie meenemen met hoe de plattegrond eerst was. En hoe die nu is geworden. Ja, dat is wel mooi. Ja, nou, het wordt heel minimalistisch strak. Ja, maar het gaat denk ik met een bankje. Ja, bij mij is wel op elk hoekje, op elk verse bank staan. En bij jou niks? Nee. Het wil wel even opruimen. Zeker niet. Ik. Even kijken hoor, die bril vind ik zo leuk in mijn haar. Draag vandaag Linda Farrow, Sunny's. Stomme touwtje. Ik ga even naar die andere spiegel. Hi, je liefde. Hallo. Even kijken of ik het hier kan zien. Volgens mij, nee. Wat? Ik wilde kijken wat ik aan had. Nee, mijn haar. Precies bij die spiegel. Kijk. Het ziet gewoon niet zo goed. Ik wel. Ik draag vandaag de twin set met lurex variantje. Dan draag ik de prachtige jas die niet. Vriend van mij heeft gemaakt. Ik heb de achterkant. Ah. Ik vraag me af of Marie mij zo heeft gefilmd. Ta-ta-ta-ta. Ja. Ik draag nu de Reiners vernieuwing met lurex. De twin set. In het crème met goud. Met goud. En heel veel mensen vragen wat is het verschil tussen normaal en lurex? Het lurex draadje. Maar niet, dat is dus glitterdraadje. Voor als mensen. Ik ga het even inzoomen. Ja, je ziet het. En deze heb ik dus in maat S. En de 20 de normale kwaliteit in maat XS. Draag ik de Reiners sokjes die ook nog steeds in de sale zijn. Ja, voor 5 euro. Ook in hetzelfde gouden lurex met berenschoenen. En de zelfgemaakte artwork van Maaike. De mooie jas. Op je Burberry jas. Een Louis Vuitton tasje en een Linda Farrow glasses. In de pizza gekocht. Gekregen van Maaike. Ja, dat is toch gekocht. Zo, dit is mijn lookje. Die ga ik jou filmen. Marie draagt een nieuwe gatenstijl. Zo deze week is uitgeleverd, dus nu in de winkels ligt. In het zwart is een losse top en met de broek. Gaatjes, een little bit more sexy. Weer de triple S'jes. Mama haar jasje. En dit tasje gebruik ik echt voor altijd. Ja, is als een lifesaver. Pradebek, Sarah. En we are ready to go to Amsterdam. Naar die Louis Vuitton. Ja, winkel. Oké, we krijgen de mini-restjes van de pornstar. Oh, wat dat zo mooi vonden worden gemaakt, hè? Jongens, dit weer. Kijk mijn haar. Kijk jullie haar. Oh, jullie haar is nog oké. Vreselijk. Ik draag vandaag een nieuwe gaten sweater met eerkufjes. Superleuk. Ik heb een hele leuke foto gemaakt in pijn, hoor. Dit is momenteel bij Momo's met Loodje en Elisabeth. En Sjoeltje. Sjoel heeft een twinset lurex aan. Momenteel. Lekker. Bon appétit, jongens. Bon appétit. Bon appétit. En hoe was ons avondje Momo? Ja, dat was plotseling echt gezellig. We gingen met oorspronkelijk gingen naar Louis Vuitton opening. Ja. In Amsterdam. Alleen het scheen dus dat het een dag eerder was. Een dag te laat. Ik had het wel goed in de agenda gezet, zag ik ook nog. Maar ik ben zelf gewoon mis in de dag. Gewoon. Dus we dachten, we moeten toch nog wat leuks doen dan nu in Amsterdam gaan. En aangezien Loor nu in de wijk komt, werkt Liz bij de Tiffany, dachten we plotseling, we gaan gezellig eten. Met z'n vijfjes. Dus dat was heel gezellig. En dus niet helemaal voor niks naar Amsterdam gereden. Nee. En Momo had heerlijke hapjes, heerlijke pornstar cocktailtjes. Ja, echt heel erg lekker eten. Dus daar waren we heel blij mee. Camera kwijt en die zei dat hij bij mij lag, maar hij lag gewoon in de tas. Jongens, dit was serieus, hoe even hoog is Chris die stapel? Zo hoog. We zijn de hele kast van Sjoel aan het organiseren. Weggooien, ja. Dit zijn alle vuilniszakken die ik heb gedaan. Vuilniszak, vuilniszak. Hier stink. Oh, dat ben ik. En dit is... Nee. Ze heeft allemaal nieuwe kasten. Lekker, hè? Heerlijk. Ook allemaal nieuwe kasten. Hebben we allemaal in elkaar gezet. Ik heb
merk aan te hangen. En dit is de merkkast. Heerlijk. Lekker achtergeschot een grendel. Maar echt high-end merk. Alle uitgaansgelegenheden. En dit wordt de Reinerskast. We zijn nu bij de Reiners gebleven. Sjoe heeft echt niks van de nieuwe collectie. Oh, die paste. Nee. Ja, mijn kledingkast. Loesje is dus het huis uitgegaan, dus ik heb haar kledingkast mogen overnemen. Dat was super. Die is alleen nu ingestort vanwege het verschuiven. Dus... Heb je al het totaal resultaat laten zien? Nee. Misschien kan ik zo even met je mee lopen naar de slaapkamer. Alleen nu is de hele kast dus in elkaar gevallen. Dus ik zal wel een beetje filmen wat de leukste items zijn nu in mijn kledingkast. Jill had ook, maak geen grap, collectie van Reinus van 2017. Zo zoen. Dus Jill wil alles bewaren. En hoe noem je zo iemand? En shit, dit is een puntje van mijn tong. Mop, weet jij dat? Bounty Hunter? Nee, dat is een koopjeslager. Iemand die alles verzamelt, hoe noem je zo iemand? Obsessive Cleaner? Nee, dat is als je obsessive cleaner bent. Ik heb jij. Nou, in ieder geval, jullie begrijpen wat ik bedoel. Jill bewaart echt alles. Hamster. Elk. Ja, hamster. Marie wilde zelf als allereerste design weggooien wat we van het Reinus hebben gemaakt. Dat kan echt niet. Kan wel. De Marie dress en de Julie dress. Dus die heb ik wel bewaard. Ik heb 8 zakken weggedaan. Dus het gaat eerst nu naar al onze familie en vrienden. Dan doen we het misschien naar een goed doel. Ja. Dus op zich is dat ook wel fijn. Alleen ik weet dus niet wat er in de zakken zit. Want anders word ik gek zodra ik wel weet wat er in dus de zakken zit. Dus ruimte gemaakt voor een nieuwe collectie. We hebben het nieuwe momenteel ook aan. Dit is momenteel in de winkel. Dus wij dragen van beide eindjes maat S. Maar er zit dus wel heel veel stretch in. En het broek is een beetje baggy. Dat vinden wij persoonlijk leuk. Ja. Maar anders zijn we een maatje van een kleine adviseren van het broek. En ik draag hem zwart met dat saaie green kleurtje. Jill helemaal in zwart. En we hebben ook nog een hele leuke felle kleurtjes. We zijn echt tweelingen. We hebben nu ook dezelfde kettingen. Dezelfde chokers gekocht. En die panter hadden we al. Want ja. Dus we zijn echt nu winning. Zo mooie tijden als je het zo ziet. Als je loopt. Het lijkt net als je te lang in kijkt dat je zo'n draaiende ding. Oh ja, dat is niet echt heel goed om te laten zien. Nou ja, je mag het wel laten zien hoe het nu is. Jules, dan moet je toch mooi bijhouden. Ga had je Siri wel gezien? Ja. Dat ze hier lag? Oh. Ik dacht er overheen. Ik ga er nu doorheen als een wervelwind. Dan is het weer mooi. Nou, in ieder geval... Nee, ik ga het nu opruimen. Hè? Dat is echt zo opgeruimd, kijk maar. Is dat zo opgeruimd? Ja, ik heb mijn Burberry over Burberry gehangen. Ze is niet goed, deze vrouw. Dit is mijn Burberry. Dit is Jules al de mooie dingetjes. Ook vanwege het daglicht, maar dat is hier gelukkig niet. Voor de verkleuring, je weet nooit. Motten, noem het maar op. Wel leuk, jullie dragen ook allemaal hetzelfde, dus dat is leuk. We dragen alles van elkaar. En dan heb ik hier voor Jules, dit is dus uit elkaar gevallen. Na het schuiven. Deze buis hoort hier aan. Dus dat is wat minder. Dus dit zijn alle Reinus items. Lijkt nu heel weinig, maar daaronder is alles gevallen. Allemaal nieuwe collectie. I love the neon. En alle laden zitten natuurlijk vol met Reinus. Alle laden zitten ook vol met Reinus. En op het bed nu. Ook heel veel Reinus. Kijk, dus ik wacht even tot Jules klaar is. Ik ga even mijn make-up er afhalen. Nu we toch al de dagboekzetting hebben opgenomen. Nou, dat was hem weer van deze vlog. Ja. Wat ga je in de volgende week vlog zien? Ik denk dat de volgende week vlog om mij draait. Dat wil ik niet... Ja, we gaan eindelijk bekendmaken. Want jullie hadden heel veel dingen al bedacht. Wat je gaat doen en wat voor operaties gaat doen. Dus wij gaan jullie volgende week meenemen in het proces. En dan houden jullie op de hoogte hiervan. Dat is super spannend. En ik ga natuurlijk zoveel mogelijk filmen. Zoveel mogelijk laten zien met wat ik ga doen. Dus ben je nou benieuwd? Abonneer maar vast. Dan ben je de eerste die volgende week een kleine close-up ziet van wat er allemaal is gebeurd deze week dan. Oké, love Reinus.